de lieve guy. Ik was 19. En ik heb Laura Gensen voor het eerst gezien. Ze werkte toen bij Pierre als fotomodel. Ik denk dat was lang voor de tijd. Ik hield mij verborgen achter mijn boeken en mijn gitaar. Ik durfde niet te kijken, s'nachts droomde ik van haar. Ik was 19, op de lieve kaai. En altijd bleef ik wachten daar. Laura Gensen kwam. Ik wou dat ik de wind kon zijn, dan blies ik in haar pleet. Dat ik zo bij haar kon zijn, als ik in haar haar steek. Ik wou, ik was de regen, kuste ik haar mond. Dan kuste ik haar ogen, haar lippen, haar tong. Meer durf ik niet te hopen, verlegen als ik was. Meer durf ik niet te wensen, als ik wou. Ik was 19 op de lieve kaai. En altijd bleef ik wachten daar. Tot Laura Gensen kwam. Nu ik zoveel ouder ben, lijkt alles zo ver weg. De jaren van de lieve kaai, ging ik daar ooit weg? Ik hoor van Pierre dat ze vertrok, het naar Toscane ging. En verder weet ik niets van haar. Blijft een herinnering aan mijn 19, aan de lieve kaai, aan de dagen dat ik wachtte daar. Tot Laura Gensen kwam. Wind die in Toscane waait, waait je nooit voorbij. De regen die daar zachter valt, het maakt niets uit voor mij. Want Laura Gensen ging nooit weg uit lieve kaai. Ik blijf altijd 19, zolang ik wacht op haar. Altijd.
komt.